doe jij na? Je weet dat ik een glutenallergie heb. Wanneer zijn pap en mam thuis? Over 2 weken komen ze even 2 dagen terug. Daarna vertrekken ze weer een maand naar Tokio voor een of andere business deal. Je moet je minder bezighouden met wanneer ze terugkomen. En je moet echt meer op jezelf focussen. Zit als een soort kluizenaar, zit je op je kamer elke dag. Hou eens op, gast. En sowieso, pap en mam geven ineens een flikker om mij. Dus wat maakt het nou uit of ik wat ga doen of niet? Ja, en nou en? Maar nou als het waar is. Ga gewoon wat doen met je leven. Waarom ga je niet gewoon iets doen met je vrienden? Ik heb helemaal geen vrienden, man. Oh.
Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Heb je nog plannen voor het weekend? Ja, jawel. Ja, ja, en zoals? Ja, ik zeg ik eigenlijk liever niet. Oh, oké. Okay. Willem! Kan je stop met die herrie? Ik word er knettergek van. Is het nog gelukt om iets te doen met je leven, of wat? Piano spelen? Dat zie je toch? Serieus, Willem. Weet je hoeveel mensen er nou echt groot worden met piano spelen? Exact, Willem. Bijna niemand. En degene die het lukt om succesvol te worden, die spelen al sinds kinds af aan. Begin niet met een hobby op jouw leeftijd. Ik zou maar ergens vrienden gaan zoeken. Hoezo? Pa zei altijd als je iets heel graag wilde, dat je het gewoon kon bereiken als je er gewoon maar de tijd in stopte. Ik heb helemaal niks te maken met pa. Hij is er nooit. Wij moeten samen ervoor zorgen dat dit huishouden draaiende blijft en we ergens komen in het leven. Met deze obsessie van jou gaat het nooit werken. Mag man, val toch dood! Val zelf dood! Wat is er? Ja, ik moest gewoon echt even iemand zien. Kan je spelen? Nee. Een beetje. Ja, een beetje. Ja, ik neem aan dat je weer iets aan het toiletten, ja?
Nee, denk het niet. Waarom niet? Nou, niemand in één heeft fuck om mij geeft. Ik lijk wel onzichtbaar voor de wereld. Maar je hebt talent. Je kunt juist laten zien wat je wel kan.